Quinn! Ja? Ik wil hier nog wat laten zien. Ja, ga weg. Nee, serieus, wil je eens komen? Hallo dames en heren en tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en dit is een hele draaierige aflevering. Oh, oh my god, ik kan zo... Oh shit, ik kan zo slecht tegen dit ronddraaien. Oh my god. Oké. Oh. Wow. Kunnen jullie daartegen? Tegen hard ronddraaien? Oh my god, ik moet dan ook echt niet meer denken aan misselijkmakende attracties. Of dat nou in een pretpark is, of op een freaking kermis, of in een stoel inderdaad. Holy moly, ik heb dan ook wel eens echt hilarische films gezien van mensen die dan zo'n honkbalknuppel hebben. En die doen dat dan zeg maar op hun neus en dan tegen de grond en dan moeten ze daar omheen rennen. En dan moeten ze bijvoorbeeld een penalty nemen op doel of zo. Dat gaat ook altijd gewoon zo verschrikkelijk mis. Oké, hier moet ik waarschijnlijk nog wel even een paar minuten van bijkomen. Ik ben nooit tegen de verwarming aangevallen. Wat zei je? Ik ben nooit tegen de verwarming gevallen, toen heb ik dat ook gedaan. Echt waar? In mijn hoofd zo, ja. Het was wel leuk. Was wel leuk. Dan ga jij maar even lekker liggen. Bumper, niet in de vlog. Bumper is net bevallen van 4 eitjes. Was een eitje voor hem. Was een eitje voor hem. Kennen jullie het trucje nog? Je hebt hier het eitje, je maakt een klein stukje van het ei, maak je open en dan zet je je lepel ertussen en dan kan je zo heel erg makkelijk kan je al het schil weghalen, zien jullie dat? Tadaa! Deze is veel cooler dan deze, maar ze zaten wel allebei in dezelfde verpakking. Thijs die heeft een truc en hij gaat het voordoen. Blaas ei, oké. Hier heb je een ei, bovenkant eraf. Ja, moet best groot maar ook klein zijn. Ja, dat is duidelijk Thijs. Ja, het moet best groot, kijk, maar ook klein zijn. Deze grootte moet je hebben. Oké, okay, dat is goed. Onderkant ook. Ja, maar die moet groter. Dan heb je hem al bijna gepeld. Nee. Oké, okay, ben je klaar voor de blaastruc? De blaastruc, ik ben klaar voor de blaastruc. Okay. Pak zo het eitje vast. Bovenkant zit een klein gaatje, onder zit het grote gaatje. En dan ga je erop blazen. Blazen. En dan schiet hij eruit. Let op, hè. Oh! Hoe kan dat? Hey, deze eitjes zijn niet goed, man. Hey, what is dit? Nee. Ik voelde zo'n heel prapje op mijn hand zitten. Ik denk, nee, het is mislukt. Ja. Ik denk even cool te kunnen doen met mijn eieren truc. Ja, ik ga mijn salade eten. Ga jij je salade maar mee eten. Hoe kan dat? Ja, ik heb geen idee. Zal ik het nu eens proberen? Ja, probeer maar. Maar dat voor jou zag er ranzig uit, man. Nee, maar normaal, als je die blaast, dan vloekt die gewoon mooi uit. Oh, ik had dus een dikke trek in mijn hand, jongen. Shit. Maar als je gat niet groot genoeg is, dan moet hij natuurlijk... Ja, waarschijnlijk was dat. Kijk, ja, die ziet er wel mooi uit. Ja, heel mooi thuis. Heel mooi. Maar hij zit er gewoon nog in. Er zit nog allemaal ei in het schil. Het was geen eitje. Nee, dit was geen eitje, nee. Oké, de bovenkant zo. Perfect. Yes, perfect. Perfect. Oeh, mooi. Oeh, mooi. Het is ook mooi rond. Deze is perfect volgens Thijs. Dit is de onderkant. Dit is de voorkant. Laten we hopen dat dit goed is. Dus nu moet ik hier gewoon zo keihard blazen. Maar je moet wel je handen zo. Zo mijn hand. En dan hier zo blazen. Ja, en een klein gaatje. Oh! Oh! Go! Oh yeah baby! Oh! Oh, je kist op mijn gezicht. Die eieren zijn echt slap. Wat? Huh? Ik gooide hem de lucht in en ik had het eigeel in mijn mond. En het ei... Huh? Wat? Oh. Mijn doekje pakken. Deed je mijn doekje pakken? Deed je mijn doekje pakken? Oh, gadver, het zit ook helemaal op je shirt alsof je hier hebt gekotst ofzo. Heb ik ook. Gadver, kijk nou. God. Het ziet er heel anders uit dan een ei.
De hele middag heb ik je opgesloten gezeten in mijn studio. Het is maar eens even, wow, ik schrok, oh my god, ik schrok gewoon van Bumper. Hoe erg is dat? Dat is raar, ben nog nooit geschrokken eigenlijk van Bumper. Maar het is even tijd om mijn studiootje te verlaten. Na de opnames en de edits die ik heb gedaan. En dat heb ik gedaan, want dat moest even gebeuren. Omdat wij binnenkort even een paar dagen weggaan. Daar heb ik wel heel veel zin in. Maar er komt wel even wat bij kijken. En we eten niet van z'n tweeën, denk ik. Nee, we hebben iemand die thuis eventjes geen eten had. Dus... Oh. Nee, hoor, grapje. Ze komt gewoon even gezellig langs. Het is Quinn. Hallo. Hallo. Hoe is het? Blijft raar om Quinn te zeggen. En dan zeg maar tegen een meisje. Maar je bent wel... Waarom lach je? Nee, niks. Omdat het nog steeds een struggle is. Ja, het is nog steeds een ding. Maar schrijf je Quinn ook precies hetzelfde? Nee, ik heet Quinty, hè? Oh ja, Quinty eigenlijk. Maar Quinn is je roepnaam. Ja. Weet je wat mijn roepnaam is? Zo. En zo. Yo, meneer. Knolly. Knolly. Ja. Knol. Knolletje. Knolletje. Ik vind het heel net. Wij eten lekkere pilaf, dames en heren. Ik wou het heel graag met jullie delen. Zo, wow. Oh my god. Oké, kijkers. Dit is een nieuwe functie van YouTube. Doe je mond open. Doe je mond open, ja? Dan komt hij, ja, oké. Okay. Nee, kan niet. Misschien ooit. Jij kan niet meer in het echte leven praten, alleen maar in vlogs. Ja, nu ben ik serieus. Dus, dan denk ik dat ik Catlist even ga proberen. Ik probeer wat te vertellen aan Quinn, maar we moeten de hele tijd lachen. En ik dacht, als ik ga vloggen, wordt het misschien minder. Maar nee. Maar nu zit ik heel awkward tijdens het gesprek de hele tijd Quinn te filmen. Maar je zit echt zo super monotoon te praten over... Ja, dat is ook gewoon niet chill. Nee, komt goed. Het wat ga je doen? Het is een trucje. Je zou denken, je kent hem al. Maar nee, je kent hem niet. Wat ga je doen? Oké, hou jij hem vast? Nee, Quinn. Ja, wat? Hij gaat je geen pijn doen, nee, geloof me. Komt goed. Nee, je moet hem ietsjes... Zo, ja, zo. Nee, zo. Oké? Hou hem vast, hè. Zie je, dat was een trucje. Nee, grapje. Ik zal nu even serieus zijn. Nee, echt waar. Ken je Hans Kazan? Ja. Nee, ik niet. Persoonlijk. Als een buurman. Echt? Nee. Ik geloof altijd zo snel. Ik vind het heel chill. Ja, hè? Dat zie je. Ja. Gaat hij naar de slaapkamer brengen? Gaat hij hem verstoppen? Dit doet hij altijd, doet hij met waterballon in normale ballonnen. Hij pakt hem vast, hij gaat hem verstoppen. Weet je wat, in de zomer, dan hij heeft wel eens... Oh, waar is hij nou? Heb je hem verstopt, hè? Hij heeft wel eens in de zomervakantie, echt serieus, hebben we hem echt iets van 30 waterballonnen gegeven. En die lagen allemaal verspreid onder de trampoline. Dat was echt super bizar. Quinn! Ik wil hier nog wat laten zien. Ja, ga weg. Nee, serieus. Wil je eens komen?
Hier zo, wil je uit die kast wat pakken? Uit die kast. Nee! Dit is hoeveel ik Enzo vertrouw in mijn leven. Ze stond gewoon met een fucking bezem zo. Gewoon ready. Hé, maar dit is perfect, dan kan je meteen opvegen. Was dit nou, dat was mijn bedoeling. Ja. Was dat de partypopper? Dit is wel echt de minst heftige partypopper die ik ooit heb meegemaakt. Ik heb medelijden met je. Dat was echt zo. Ja. Heeft goede vrienden toch? Nee, nooit. Maar ja, even serieus, mag ik die bezem? Ja, doei. Dank je. De meesten zeggen altijd van, oh mijn god, Enzo, het was zo'n goede prank, ik ruim het wel voor je op. En je bent de enige die gewoon wegloopt. Ja, absoluut. Oké, dat heeft nog nooit iemand tegen mij gezegd. Not a chance. Zal ik weer eens proberen om Bumper te laten strikken? Kijken of het werkt. Oh, jeetje, dit is een stoel, gelukkig een hele lekkere stoel, waar ik zo super veel tijd in doorbreng en zo ook vandaag. Dus ik ben blij dat ik dan lekker zit. Ik heb een pakketje gekregen, het wordt maar eens even tijd om hem open te maken, want hij ligt hier eigenlijk al de hele dag. Maar ik ben zo druk bezig geweest, ik heb er helemaal geen tijd voor gehad. Hoppakee. Oh my god. Wat is dit? Oh nee. Waarom krijg ik nou hem? De boze vogel. Waarom krijg ik de boze vogel? Ik wil Chuck. Chuck, Chuck. Je wil niet weten hoe vaak ik van die Chuck knuffeltjes krijg op de meetings. Dat is echt niet normaal. Echt heel erg tof. Dankjewel. En ik heb hier... Dit zal lachen, voor de mensen die het niet weten. Ik heb dus een stemmetje ingesproken in de film Angry Birds. Chuck, dat is die gele vogel die je nog net daarboven ziet, boven de sticker. En ik had gehoopt dat ik een gele vogel, deze dus, de Chuck, zou krijgen. Want die heb ik dus zelf ingesproken, maar ze hebben me een rode opgestuurd. Het zijn de mensen die de film hebben gemaakt. Die hebben mij dit zo in één keer opgestuurd. Dus heel erg lief, maar ik heb nu de rode. Maar ik heb wel de film op Blu-ray, dus... Alsnog een leuk pakketje, dankjewel. En dan nu vanuit mijn studio, bedankt allemaal voor het kijken. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En hopelijk vonden het een hele leuke vlog. Vergeet er niet, ja, dat blauwe duimpje. Blijf het altijd maar zeggen, maar het is gewoon tof als YouTuber. Als je kijkt bij een video en je hebt ongelooflijk veel duimpjes omhoog. Dat je denkt, yeah, nice, super tof man. Respect, thank you very much. Check jullie hopelijk morgen bij een gloednieuwe vlog. En zoals ik altijd zeg, dikke, vette peace.